Do you like this, huh? You became a little bit nervous when you know they are filming. Of course, because I don't like camera in my head because in the past it was fucked. Dat is mijn politie, man. Ik ben Kai Bok, eigenaar van The Chink. En wij gaan ons voorstellen in deze video's. Ik ben nu aan de beurt en dan is het klaar. Ja, ik zit nu voor de camera. Hoe kwam ik erop om een tattooshop te openen? Ik reisde veel met mijn vader in Zuid-Amerika en in Azië. Ja, daar bezochten we gewoon tattooshops en dat trok mij gewoon heel erg aan. Toen kwam ik in één keer op het idee, ik ga een tattooshop openen in Vlaanderen. Ik ben altijd op zoek geweest naar betere artiesten. En daarom zijn onze reizen ook best wel vaak in het buitenland. Om te zoeken gewoon naar beter en beter voor onze klanten. Om onszelf ook te ontwikkelen. In Nederland hebben we best wel veel artiesten gehad en gezien en gezocht. Maar we moesten toch naar buiten de grenzen. Samen met mijn vader hebben we de gekste dingen beleefd, maar ook de leukste dingen beleefd. En dat blijft altijd bij je. Hebben we eigenlijk alle nationaliteiten. Wij zijn best wel toegankelijk voor de mensen, maar ook een uitlaatklep voor de mensen. Een soort waar ze tegenaan kunnen praten en de gevoel kwijt kunnen. Sommige dingen, ja, dan denk ik zelf wel, ja, deze man heeft wel veel meegemaakt of deze vrouw heeft veel meegemaakt. Die hebben iemand verloren, dierbaren raken ze kwijt en dan zit er toch wel wat meer diepgang in het gesprek.